Vandaag maken wij cornet beef of corned beef. Hoe zullen we het noemen? Ik noem het zoals mijn moeder me dat geleerd heeft toen ik klein was. Aardappeltjes, ui, knoflook, tomaat, bosselderij zet ik erbij en peper. En dat heeft mijn moeder me niet geleerd. Ook niet met aardappeltjes hoor, maar dat vind ik lekker. Ja, die bak ik eerst op. Ja, ik maak cornet beef à la pompigla. Heerlijk. Nostalgie. Een pan met bakboter gebruik ik. Moeder gebruikte gewoon olie. Ik gebruik bakboter. Dat was ook gewoon een beef die je net in beeld zag. Ik bak mijn ui, knoflook, tomaat en peper. Deze peper heb ik niet in stukken gesneden, omdat mijn zoon mee eet. Dus ik heb hem heel gelaten. Ik heb 2 blikjes van het beef gebruikt. Ja, die prak ik klein. Je ziet dat hij met vet eromheen zit. Los die op, dan ziet hij er zo uit. Breng je op smaak nadat hij behoorlijk gebakken is. Breng hem op smaak met kippenpoeder. Eventueel Ajinomoto mag je weglaten. Dit is een persoonlijke keus. Ik deed hem zoals mijn moeder geleerd heeft. Witte of zwarte peper, ik vind hem heerlijk. Zoals mijn moeder me het geleerd heeft nogmaals. Ja, ken je dat? In je jeugd ben je niet zo dol op dit soort dingen. Je moeder maakt het te vaak. En had ik zoiets van, oh, again? Dappertjes en aardappelen, dat zet ik erbij, heeft mama me nooit geleerd. Maar mama maakte het zo vaak dat ik ervan walgde. En nu, op deze manier, vind ik hem heerlijk. Kijk eens aan. Opgediend met de witte rijst. Mijn witte rijst heb ik opgekookt met een beetje roomboter, bakbanaan en daarnaast sans witisol. Smakelijk eten met een à la pompigla. Sans witisol.